Oh, net wakker, jongens. Zo naar de sportschool. Ik heb gisteravond nog even snel nutrition besteld van Mobicep. Ja, dat heeft hij ons allemaal goed voor de gek gehouden, hè? Geprankt. Ja, zeker. De man is briljant. De man is gewoon briljant. Ik heb daar nog eens over nagedacht, man. Want als je dat ziet, hoe hij zeg maar van iets heel negatiefs, ja, hij kaffert iemand gewoon echt uit. En in principe kreeg hij heel Nederland over zich heen, omdat hij zijn ware aard liet zien. En hij weet dat zo te draaien dat het zogenaamd een prank is. Ja, dat is geweldig. En, ja, ik denk niet dat hij dat helemaal zelf bedacht heeft natuurlijk, want ik bedoel, er zal een marketingteam achter zitten die aan damage control doet. Maar briljant, Mo, echt waar. Dat jij jezelf even hebt laten gaan en ja, dan toch het zo weet te draaien dat je weer 600 sales hebt, hè, in je nutrition. Ik bedoel, kijk. Was dit een marketingstunt? Nou, had je natuurlijk die man gewoon laten zeggen: ja, ik heb een opdracht gekregen van de Belastingdienst. Of ik heb een opdracht gekregen van de leasemaatschappij om je auto op te laden. Kijk, dan was het natuurlijk nog keer 100 viraal gegaan. Hè? En dan had je nog meer onder de grond doorgegaan, vriend. Ja, maar. Kijk, de eerste aanzet en de eerste insteek van jouw campagne, ja, is natuurlijk gewoon wie jij bent. Dat was geen campagne. Maar het tweede gedeelte, hoe jij dit in elkaar hebt gezet, Mo, om in principe in tweede instantie ons allemaal voor de gek te houden. Geweldig, man. Hey. Ja, daar neem ik wel even mijn petje voor af. Mensen, ik ga even een douche nemen. Ik ben net wakker. Ik ben blij dat ik hier even mijn excuus heb kunnen maken voor die kromme Marokkaan. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Ik ga even kaart knallen op MB Nutrition. Briljant en geweldige vent ben je, man. Dat je dit zo hebt kunnen draaien in je voordeel. Ik kan er een voorbeeld aan nemen. Damage control, Mo. Je bent een topper.